Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, gisteravond laat schijnt deze bundel nog verstuurd te zijn. En ik beken heel eerlijk, deze heb ik nog niet tot mij kunnen nemen. Dus ik doe mijn bijdrage uit het blote hoofd gehoord hebben in deze discussie net. Maar ik ben wel heel blij met de door de BBB gestelde vragen over zeg maar, de tussentijdse doelstellingen en het natuurherstelverordening. Want naar aanleiding van zeg maar, het betoog van het lid Kostic is de opmerking vanuit de PVV dat we blij zijn dat eindelijk het licht is gezien in deze discussie. Het licht is gezien dat die natuurherstelverordening zeg maar, een stop op wordt gezet. Want het is toch van de zotte hoe dit land gewoon op slot wordt gezet als dit wordt aangenomen. Dus wij zijn daar heel blij om. Vervolgens kijken wij wel uit. Maakt u uw zin maar even af. Wij zijn wel heel benieuwd, want er wordt wel in de beantwoording gezegd dat er contact is gezocht en dergelijke. Maar wij zijn wel heel benieuwd welke daadwerkelijke acties er nu worden ondernomen om die motie ook zodanig uit te voeren dat er ook inderdaad daar die blokkerende minderheid voor wordt gezocht en ook onder de aandacht wordt gebracht. Een interruptie van lid Kostic. Ja, voorzitter, de PVV is de grootste partij van dit land. Dat betekent ook een bepaalde verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld over goed bestuur en zorgen dat we hier een goed democratisch debat hebben. Wat vindt mijn collega van het feit dat we geen fatsoenlijk debat, geen fatsoenlijke discussie hier hebben kunnen voeren, voordat we hier vanuit de Tweede Kamer een dikke nee richting de natuurherstelverordening is gekomen? Bent u het met mij eens dat we op zijn minst moeten wachten tot dat debat er komt? Dat zou worden ingepland volgende week. En dat we dan pas echt een stem richting Europa geven. Meneer Boutkamp. Ja, dank u wel, voorzitter. Nee, die mening deel ik niet met u. Om wel een volgende reden. Deze natuurherstelwet is een helemaal voorgekookt Brussels idee geweest. En daar zijn wij gewoon helemaal niet blij mee. Dus wat ons betreft gaan wij hier niet met u mee. Wij hebben een motie aangenomen. En wat ons betreft wordt die motie gewoon overgebracht richting Brussel. En wordt die gewoon vervolgens in stemming gebracht. En dat is het antwoord vanuit de PVV, voorzitter. Laatste korte interruptie. Ik kan alleen maar opmerken dat ik angstig ben over dit soort dictatoriale toestanden waarin we geen debat kunnen voeren, maar gewoon opdrachten geven aan Brussel. Ik vind dat zorgwekkend en ik roep de PVV op dat daar meer verantwoordelijkheid in te nemen. Ik hoorde geen vraag. Maar... Nee, maar ik zal in ieder geval zeggen dat de dictatoriale waar u naar verwijst, daar hoeft u bij ons niet bang voor te zijn. Daar had u zich jarenlang druk om moeten maken vanuit Brussel. En daar maken wij ons wel zorgen om. Je vraagt staan voor ons land. Sorry, mevrouw van der Plas, kort. Ja, voorzitter, even richting u, de voorzitter. Ik vind termen als dictatoriaal gewoon niet kunnen. Dit is niet Noord-Korea. Wij zijn gewoon een democratie. Hier is gewoon in meerderheid is hier een motie aangenomen. En die is gewoon uitgevoerd. En ik wens niet als Nederlands parlement vergeleken te worden met Noord-Korea. Nee, maar in dit parlement mag iedereen zijn mening uiten met de woorden die hij daarvoor kiest. Maar ik ben het met u eens, mevrouw. Daar hebt u helemaal gelijk in. Ik zeg ook niet dat het niet gezegd mag worden, maar ik maak bezwaar tegen het woord dictatoriaal. Want nogmaals, wij zijn niet Noord-Korea. Het bezwaar is genoteerd in de handelingen. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit twee minuten debat.